verregend. Maar goedemorgen allemaal. Het is vandaag dinsdag. Ik sta in de lift van het hotel. Awkward, kwam net iemand de lift in. Heel lang geleden dat ik in een hotel ben geweest. Maar we hebben hier vandaag al onze overleggen voor het nieuwe systeem. Het was super tof om weer een keertje in het hotel te zijn. Dus het wordt weer een pittig ochtendje, maar wel super leuk. Dus ik ga gauw aan de slag. Ik ben weer even op mijn zenplekje op de wc. Kijk of er niemand op de andere wc zit. Volgens mij niet. Zou zo awkward zijn. Dit soort dingen zijn altijd heel leuk. Ik vind het echt heel leuk om te doen. Super interessant. Dit soort sessies. Maar ja, nu zitten we in zo'n luxe vergaderlocatie. Met dus allemaal lekkere dingen. Er staan dus koffie te halen. En er staan er allemaal koekjes in. Kleine chocoladebroodjes en nou ja, allerlei lekkere hapjes. En ja, dat zijn dan van die dingen wat ik dan toch zo ontzettend moeilijk vind. Dat ik dus, iedereen staat er zo'n broodje te eten. Je staat met iedereen even te kletsen over weet je, wat je nu allemaal gezien en gehoord hebt en overlegd hebt. En iedereen staat er zo'n lekker ding te eten. En dan, ik dus niet. Dat zijn echt dingen die ik echt heel moeilijk vind aan... Ja, het is dus altijd maar op je gewicht moeten letten. En natuurlijk moet je kunnen eten wat je wil. Maar als ik, er is nu zo'n hele hype met intuïtief eten. Nou, fuck het intuïtief eten. Want voor mensen zoals ik, als ik intuïtief ga eten, dan ga ik dus alles eten wat ik wil. En dan zijn dit soort dingen dus gewoon heel lastig. Het liefst vreet ik al die schade leeg, want dat werkt zo in mijn hormoonhuishouding. Maar, dat kan niet, want daar, ja, weet je, ik wil niet nog dikker worden. Weet je, natuurlijk heb ik geaccepteerd dat ik ben zoals ik ben. En vind ik het helemaal prima. Maar ik wil ook niet nog dikker worden. Dus moet ik toch ook altijd bewust blijven op dat wat ik eet. Laatste tijd heb ik het weer wat meer losgelaten. Weet je, gewoon. En ik merk gewoon, dat gaat gewoon niet. Want ik heb gewoon die rem niet. Ik kan dat niet. Ik zeg, dat is wilskracht, maar fuck wilskracht. Dat zit gewoon in mijn lijf, in mijn hormoonhuishouding, in hoe mijn lichaam werkt. En prompt komt er een collega binnen, maar zij kent mij, dus het is helemaal prima. Maar goed, ik ga nog maar even een lekker kopje koffie halen. Dit ga ik even proberen uit mijn hoofd te zetten. Even zen worden in deze heerlijke omgeving. Weet je ook niet dat we deze toiletervaring ook op ons eigen kantoor moeten? Ja. Heerlijk, met die wellnessgeur. Goed, ik ga nog even een koffietje halen. Of wel misschien beter een kopje thee, want ik heb volgens mij al 3 koppen koffie op. En dan stuiter ik straks die zaal uit. Dus een theetje ga ik doen en dan gaan we weer back to work. Ik weet ook niet hoe het nu ineens allemaal komt, maar... Ik zei het gewoon kut. Het is gewoon echt een kut. En al die mensen die zeggen, ja, je moet maar gewoon wel meer sporten of wat minder eten of dit eten of dat eten. Ben ik nou gewoon zo'n aansteller? Of
family, die kennen ze ook deze struggles. Of niet, continu af en toe wegen, continu. Ik weet niet hoor, of dat nou echt aan mij ligt, of dat het aan dikke mensen ligt. Iedereen dat heeft. Maar gewoon dat strijd in je hoofd. Ik ben er zo klaar mee. Nou, mijn tranen zijn weer een beetje opgedroogd. Ik ben inmiddels weer thuis. Althans, ik zit nog in de auto voor de deur. Ik moet over de 7 minuten Islotte ophalen. Dus ik dacht, nou, ik kan naar binnen. Maar ik kan ook nog even met jullie kletsen. Dus misschien is het heel random wat ik net gedeeld heb. Misschien is het heel raar. Maar ik vlog over mijn leven als dikke vrouw. En ondanks dat ik over het algemeen heel positief ben en mezelf geaccepteerd heb zoals ik ben, heb ik ook gewoon momenten waarop ik het moeilijk heb. En is het ook gewoon, soms vraag ik me gewoon af, is dit nou om, heb ik nou deze, want ik weet niet of dat net helemaal overkwam, maar heb ik nou deze gevoelens, gedachtes, omdat er, heeft iedereen dat, hè? Dat als je dus iets wil, weet je zit in een vergadering met z'n allen, er worden lekkere koekjes en hapjes en dingetjes neergezet, dat het dan zo moeilijk vinden om dat niet te eten, en dat ik dan aan mijn fucking mandarijn zit, terwijl ik ook zo'n lekker koekje wil. Hebben slanke mensen dat probleem nou ook? Maar kunnen die dan toch op een of andere manier dat makkelijker naast zich neerleggen? Of is dat iets wat alleen ik heb? Of is dat iets wat meer bij dikke mensen hoort? En is dat de reden, een van de redenen misschien waarom ze dan dik zijn? Omdat ze dan toch vaak overstag gaan. Omdat dat stemmetje in je hoofd dan toch zo hard zegt. Ik wil het. En je alle andere mensen wel gewoon dat lekker ziet eten. En gewoon slank zijn. En misschien is het voor hun ook dat ze zich dat die ene keer toestaan. Maar ja, weet je. Ik denk dus gewoon echt dat dat komt. Omdat er gewoon iets in mij mis is. Fysiologisch, hormonaal of whatever. Waardoor dat gewoon, dat stemmetje in mij zo ontzettend sterk is. Waardoor ik daar gewoon heel moeilijk nee tegen kan zeggen. Plus dat alles wat ik eet, ik gewoon als een spons opzuig. Gelijk zich direct omzet in vet. En resulteert in zoals ik nu ben. Ik weet het niet. Ik ben benieuwd of ik volgers heb die dit herkennen. Die ook die struggle herkennen. En ik vervolgens op kantoor, na dat overleg, ging ik terug naar kantoor. Heb ik daar nog even gewerkt. En ze zijn wel eens op kantoor aan het verbouwen. En ik moest dus even ergens anders zitten in een vergaderkamertje. Het waren gewoon weer van die fucking kutstoelen met armleuningen. Dat ik gewoon gesquashed in die stoel zit. En dat ik dan maar op het puntje van mijn stoel ga zitten. Maar dat doet ook weer zeer. Want dan zit ik op zo'n stukje stoel met mijn enorme derrière. En dan denk ik, wat doe ik mezelf toch aan? Maar ja, er waren geen andere stoelen in die ruimte. En ik, weet je, die andere mensen die zaten daar al. Dus ja, dan kan ik natuurlijk moeilijk zeggen van, echt. Gewoon kut. Echt gewoon kut.
Maar goed. Ik wil dit ook gewoon delen. Want dit is gewoon... Ja. Weet je, ook gewoon wat ik... ik heb dit ook. En ik zal dan toch wel niet de enige zijn die deze gevoelens en gedachtes en problemen en... Vaak denk ik dan altijd dat ik de enige ben. Maar ik zal toch gewoon niet de enige zijn die dit heeft. Dat kan toch niet? Het is gewoon kut. Godverdomme, ik weer te janken. Hoe kan het nou zijn dat we fucking naar de maan gaan en een of andere ChatGPT intelligentie waar je een random vraag aan kan stellen, die dan al je vragen beantwoordt. Misschien moet ik eerst vragen van hoe val ik af, maar dat er gewoon nog geen fucking oplossing hiervoor is. Nou, zover voor niet zitten janken. Ik haat dit gewoon. Nou, ik ga mijn dochter ophalen. Nou, het is inmiddels tijd om avondeten. Jeroen heeft lekker gekookt. Ik heb ondertussen hier de vlog zitten editen. Die is nu aan het renderen, aan het opslaan. En Jeroen heeft lekker kipfilet gekookt met rijst en groenten. Dus dat gaan wij lekker eten. We gaan even aan de wandel. Maar wel pijn. Maar ik ga gewoon door. Doorzetten met Jap. Even zitten op een bankje. Ik ga zo eventjes een klein boodschapje doen. Vanmorgen. En ik dacht, het gaat wel, maar het is pittig, het is zwaar. Maar stapjes komen er ook. En dat is vooral als je in je eigen buurt loopt. Dat je dan precies weet waar de bankjes staan. Dan denk ik, oh daar is een bankje, daar is een bankje, daar is een bankje. Dus ik heb heel even zitten, even mijn rug ontspannen. Dan ga ik boodschappen doen, dan kan ik weer even zitten. En dan een stukje terug naar huis lopen. Het is echt een afstand van niks. Maar goed, ik doe het wel. Kleine stukjes steeds komen we er ook. Nou, boodschapjes aan binnen. Kijk, daar zit Albert Heijn. Tasje gevuld. Natuurlijk weer meer shit bij me dat ik natuurlijk weer meer spullen gekocht dan ik eigenlijk. Ik ging alleen maar voor ham. Ik kom er met een tas vol terug. Nadeel is, die tas moet ik ook naar huis sjouwen. En ik wilde eigenlijk een rugtas pakken. Dat ik eigenlijk weer even wilde proberen of het beter gaat met een rugtas op. Want dat idee heb ik dus. Dat heb ik vorige week ook al gezegd. En vanmiddag toen ik die slot op ging halen, had ik ook mijn rugtas op. Toen ging het ook wel. Nu heb ik dus niet mijn rugtas op. Maar nu heb ik weer een stuk verder gelopen. Ingewikkeld. En hier achter mij staat een pandje leeg. Dat moet toch even. Hele scooterbende komt langs. Ik zit hier best op een druk punt. Maar wat ik wilde zeggen. Ik moet toch even zitten en eigenlijk even ontspannen. Maar hier achter mij... Er staat dus een pandje leeg, een winkelpandje. En dan denk ik toch altijd, goh, het zou toch wel leuk zijn, zo'n winkeltje. Ik zou echt denk ik geen fysieke winkel willen hoor, want ja, dan heb je juist die verplichtingen. Juist het fijne van een eigen zaak zou voor mij zijn de vrijheid die het geeft. Dus dan maar een online shop. Dan kan ik tenminste wat meer mijn eigen tijd indelen als dat je per se binnen bepaalde openingstijden open moet zijn. Maar toch als ik daar zo'n leegstand pandje zie, denk ik, goh. Zou best een leuk winkeltje kunnen zijn. Maar goed, ik geloof niet dat dat voor mij weggelegd is. Echt een eigen bedrijf. Maar goed. Ik heb er even gezeten.
Dus ik ga weer even verder lopen. Weer op naar huis. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. Ik heb al even zitten werken. En Jeroen heeft mij koffie gegeven. Wat klopt hier niet? Grapje van hem. Ik zit alweer eventjes te lang op mijn kont. En Jeroen heeft vanochtend Islotte naar school gebracht. Dus ik ga heel even een blokje om. In mijn koffiepauze. Want koffie heb ik opgedronken terwijl ik aan het werk was. Dus het is wel shit weer buiten. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. Geen reden om even niet te gaan. Dus ik ga even een blokje omwandelen. Even gewoon heel snel, 5 minuutjes. En dan ga ik daarna weer gauw verder aan het werk. Waarom? Waarom plaag je mama zo door de verkeerde beker te geven? Ik heb mijn moppie uit school opgehaald. En ondertussen heeft Jeroen lekker uitsmijdertjes gebakken. Dus die gaan wij even lekker eten. Ik moet oefenen van wanneer jij dat niet meer kan doen. Wij hebben lekker gegeten. Ja, en die, waar zijn ze? Paasstakken, die zijn nog steeds akelig leeg. We hebben wel een paar van die pompons gemaakt, maar die staan gezellig in de vensterbank. Die gaan we ook even ophangen vandaag. En nu gaan we dan nog even wat paaseitjes maken. En ik wil het helemaal zelf doen. Islotte gaat het helemaal zelf doen. Ga jij dan een tutorial maken voor Danielle Maakt? Dat jij het uit gaat leggen aan de mensen? Dat is wel een leuk idee. Zullen we dat doen? Een tutorial hoe je paaseitjes maakt. Het is Pasen binnenkort en wij gaan, dan ben ik en mijn dochter Islotte, even wat leuke paasknutsels maken voor in de paasboom hier achter mij. Dat doen wij met de cricutmachine die ik heb en wij gaan paaseitjes uitsnijden uit karton. Moet je niet veel voor de uitleg van wie je bent, voor nieuwe kijkers? Oh, voor nieuwe kijkers die kijken, mijn naam is Danielle, super tof dat je kijkt. Ik maak vlogs op YouTube. Check. Danielle vlogt en Islotte vlogt. Ja, mijn kanaal is Danielle vlogt. En dit is Islotte van Islotte vlogt. Zij heeft ook haar eigen YouTube-account. En zij vindt het ook ontzettend leuk om samen met mij te knutselen. Dus dat, die hobby, passie, die delen wij. En wij gaan nu voor paasknutsels maken. En dat gaat ze proberen helemaal zelf te doen. Dus nou, gaan we laten zien hoe wij onze paaseitjes maken. Nou, hier staat ze dus. Er zijn allemaal projectjes die ik heb gemaakt. Daar staan de paaseitjes tussen. Nou, mama heeft even met dit geholpen, want dat was een beetje ingewikkeld. Ja. En dat vierkantje, dat is dit papiertje. Ja, dus hebben we even de maat van het papiertje hebben we even op het bureaublad gezet. Ja. Dan weet je hoe groot het is. Dan druk je op Ctrl-C. Ctrl-knop ingedrukt houden en dan op C. Ctrl-C. En dan hou je de Ctrl ingedrukt en dan druk je op de V. V. Kijk, dan komt hij nog een keer. Dan doe je dat nog een keer. 4 paaseitjes. Ja. Dan gaan we nu op deze groene mat plakken. Oké. Dan hou je het folie eraf, of goed, oké. En dan moet je deze heel goed opplakken. Heel netjes recht, goed zo. Perfect, die Islotte. Deze moet je niet, want dit is voor als je bijvoorbeeld stof aan je kleren hebt, ja, gebruiken wij hem. Ja, maar ook voor die bekers. De bekers fluisvrij te maken. Wat ik nodig heb, is deze. Heel goed. Deze plakt ook niet. Nee. Dan ga je terug naar je papiertje. En rol je goed vast. En hij rolt soms een beetje tegen. Nou, Islotte is nog even een tweede kartonnetje ernaast aan het plakken. En we moeten dan wel niet vergeten om het grijze voorbeeldje wat we hadden gemaakt. Om die weer even te verbergen met het oogje. Nou, wat gaan we dan doen? Pak je de mat en dan doe je hem er zo in. Dan heb je dit en dan druk je op maken. Nou, dan passen, liggen de eitjes nu goed voor hoe je het karton erop geplakt hebt? Juist, heel goed. Ik heb geen idee wat er nog kan. Deze eitjes die hebben 2 gereedschappen nodig. Namelijk de scoring tool. Om te scoren
om een gleufje te maken. Je kan verschillende tools gebruiken om de vouwlijn te maken. Die? Ja, en ik gebruik altijd de scoring stylus. Dus het is eigenlijk gewoon een pen. Laat maar zien, Iselotte. Kijk, Iselotte heeft nu de scoring stylus. En die doe je inderdaad daarin. Doe je het klepje even open. Kijk, het is eigenlijk gewoon een soort pen. Daar lijkt het althans op. En die heeft een scoringpunt. Je hebt ook een wieltje die dat kan. Toch? Ja, moet je het klepje open doen. Klepje? Ja, het witte klepje. Ja. En dan kan die erin. We hebben zet een pijltje op. Ja, juist. Perfect. En wat is nou het voordeel van de stylus ten opzichte van de scoring wiel? Want je hebt dus ook gewoon een wieltje. Maar die kan alleen maar in hetzelfde vakje als het mes waarmee je gaat snijden. Dus dan moet je eerst alles scoren en dan alles snijden. Dus dan doet hij het niet in één keer achter elkaar. En met de storm stylus kan je hem dus alles achter elkaar laten doen. Dus wij kiezen nu voor de stylus. Hier kies je dus bij het eerste stapje kies je dus je materiaal. Dat hebben we al gedaan. En hier bij de tweede stap kun je gereedschap kiezen. Dan kan je hier kiezen voor tools wisselen. En als je daarop klikt, dan krijg je dus een schermpje dat je de verschillende tools kan kiezen. En ik kies dus nu voor deze, voor de stylus. Dan doet hij het allemaal achter elkaar. Nou, volgens mij knippert hij, hè? Ja, en dan moet je op de C met twee... Ja, het kriekenteken. Ja, het kriekenteken. En dan gaat die stylus, je ziet dat hij daar gewoon is. En zorg dat er niks achter staat. Ja, gaat hier ook nog wel eens mis. Nou, dit kan er dus ook gebeuren. Ja, haal hem eruit. Want kijk, hier is die. Als je dit loshaalt, zie je dat hier zo zit. We hadden hem niet goed uitgelijnd op de mat. Dus we hebben een half ei. We hadden hem, zeg maar, in het programma hadden we meer naar rechts moeten schuiven. En dat is iets wat echt ook bij krieken hoort. Met, denk wel met heel veel hobby's. Het is ook echt, er gaat ook echt wel eens wat mis. Maar ja, dat is dan natuurlijk wel even zonde van je blaadje karton dat je hebt gebruikt. Daarom is het ook eigenlijk altijd wel goed om ook altijd even een proefsnijden te doen. Maar ja, daar ben ik ook altijd een beetje te lui voor. Dus dat doe ik eigenlijk ook niet. Maar ja, eigenlijk wel check, dubbelcheck. En even goed controleren. Nu dan wil ik eigenlijk een beetje te gehaast doen. Dat ik het dan met die slot aan het doen ben en aan het vloggen. En dan ja, vergeten we dat. En dan gaat er wel eens wat mis. Maar dat geeft niet. Is het zeker misgesneden, mama? Want dan probeer je het gewoon vervolgens nog een keer. We kwamen erachter dat we nog iets vergeten waren in ons ontwerpje. En dat komt eigenlijk, ik had dit ontwerp al een keer gemaakt. Deze eitjes. Maar ik denk dat ik hem ben vergeten op te slaan. Dus daarom dacht ik dat ik al heel veel dingetjes had gedaan. Maar dat was dus in het vorige ontwerpje. Want wat zijn we nou vergeten? We zijn vergeten om gaatjes erin te maken. Zodat je natuurlijk het touwtje doorheen kan doen en hem kan ophangen. Deze had die slot de vorige keer gemaakt. Zie je, er zitten gaatjes in bovenin. Zodat we daar het touwtje doorheen kunnen doen. Dus ik heb nog even een keer een hele karton geprint, gesneden. Dat zeg ik altijd verkeerd. Dus die gaat ons tot er nu uit elkaar halen. Heel goed. En als je de mat op zijn kop legt, dan krult je karton niet, hè? Dus nu hebben we nog de eitjes zonder gaatjes. Maar ja, daar hebben we natuurlijk ook alweer wat voor. Gewoon een perforator. Die hoef je niet te kopen, hopelijk. Nee, die hebben de meeste mensen denk ik wel in huis. Mag ik cricket voor te hebben? Nee, je kan het heel goed ook zonder cricket doen. Maar met cricket is natuurlijk veel leuker. Nou, ik heb de gaatjes erin gemaakt. Het is enigszins scheef, maar goed, dat maakt niet uit. Denk ik. En dan vouw je ze dus gewoon zo dubbel over de vouwlijn die je hebt gemaakt. Als het goed is, gaat dat redelijk makkelijk. En dan heb je zo een vormpje. Dus met de mooie kant, die moet je naar binnen vouwen. We zijn even een van die andere eitjes kwijt, maar... Zal ik een vlijt pakken? Kijk, doordat je die vouwlijn hebt gemaakt, gaat het gewoon heel makkelijk. Oh, hij ligt daar. En dan doe je dus zo de eitjes met de witte kantjes op elkaar plakken.
Dat eventueel ook met 3 doen. Mocht je er eentje verknipt hebben. Kijk, dan heb je er zo 3. Maar als je het met 4 doet. We hebben het andere kaartje gevonden. Dan is die net even wat voller. Dan heb je dus een prachtig eitje zo. Nou, we hebben de eitjes erin gehangen. We hebben ook de pompons die we al eerder hadden gemaakt in de boom gedaan. Dat gaan we even laten zien hoe het geworden is. Tada! Nou, we gaan er denk ik nog wel meer maken, want het is super leuk om te doen, maar niet nu. Want we gaan nu weer eventjes chillen. En ik... Ja, die witte waren wel heel leuk, maar zo eenmaal in de boom vallen ze niet echt op. Er vallen die felgekleurde wat meer op. Dus wel leuk om natuurlijk die lichtere ook er wat bij te doen om een beetje rust in de boom te brengen. Maar felgekleurde kleurtjes is ook wel leuk, dus dat gaan we de volgende keer weer doen. Mama. Nou, dit is ook hoe wij onze paaseitjes voor de paasboom hebben gemaakt. Vond je deze video nou leuk? Geef dan een duimpje omhoog en abonneer op het kanaal. En kijk ook even naar Danielle Vlucht en Isse Luchtvlucht. Doeg! Doei doei! En geef een duimpje omhoog! Doeg!